Nou, wij hebben in elk geval altijd gezegd, na de verkiezingen, afhankelijk van wie aan zet is om het formatieproces op te starten. Stel, wij halen eenzelfde uitslag of een goede uitslag als de vorige keer en als we de grootste mogen worden, zullen wij in principe en ook uit principe met alle partijen gaan praten. Want als je anderen verwijt dat ze partijen en mensen uitsluiten, moet je het zelf niet doen. Dus we zullen altijd het gesprek met alle partijen aangaan. Mocht daar de aanleiding toe zijn, mochten wij de grootste partij blijven. Nou, onze fractievoorzitter heeft al een keer gezegd. Ik heb altijd gezegd van laten we nou de verkiezingen afwachten. Zien hoe het draagvlak is voor de diverse partijen. Of het nou PVV is, of een andere partij, of de SP, of de 50+. Eerst de verkiezing af. Ja, zo hard zou je het kunnen stellen. Ja, ik zie daar geen gezonde samenwerking uit voortkomen. Nee. Als ik het voor het kiezen en het zeggen heb, dan zou ik liever niet met een PVV in een coalitie zitten. Als het zo is dat de PVV heel veel stemmen zou halen en dan heb je te maken met een realiteit waar je mee moet weten te dealen, dan ben je bijna van het democratisch idee verplicht om een samenwerking daarin te zoeken. Dus waarop kunnen we dan wel met elkaar samenwerken? En samenwerken betekent niet dat je je overgeeft aan de nukken of de wensen van de ander, maar dat je ook kunt proberen, moet proberen om je eigen gedachtegoed bij de ander over te brengen. Dus wellicht zijn er punten waarop je zegt, nou ja, goed, oké, dat raakt, hier kunnen we ons samen in vinden, maar ook punten waar wij ons inhoudelijk van zullen distancieren. Nou goed, op het moment dat de PVV op een fatsoenlijke wijze politiek bedrijft, zijn het gewoon mensen. En op het moment dat ze met dingetjes komen die wat te ver gaan in mijn optiek, zal ik ze dat zeker laten weten. Sluiten ze bij voorbaat uit? Per definitie sluiten wij geen enkele partij uit, dus ook de PVV niet. En ik denk dat dat gewoon een democratisch bestel is dat je dat moet doen. Of je uiteindelijk erin slaagt om met een bepaalde partij samen te werken, dat moet blijken. Op voorhand sluiten we niemand uit. Ik vind niet dat er een cordon sanitair moet zijn rondom welke partij dan ook. Als politieke partijen gekozen worden door burgers, dan hebben ze het recht om in deze rechtsstaat op een nette, juiste, democratische manier te worden behandeld. En of we het dan met elkaar eens worden, dat is een andere zaak. Want het gaat namelijk over standpunten, over waar je als partij voor staat, als persoon voor staat. En dat is belangrijk dat we daar overeenstemming over krijgen als je straks het hebt over coalitievorming of eventuele oppositie. Nou, dat hangt van de uitslag af van de verkiezingen. Hoe groter wij worden, hoe moeilijker het wordt om ons uit te sluiten. Maar als ik dan zie, de PVV als tweede grote partij in Nederland is ook uitgesloten. Nou, landelijk zijn ze uitgesloten, maar provinciaal worden we dat zeker en zeker nu niet meer niet. En hebben we echt bewezen dat wij als oppositiepartij kritisch en inhoudelijk goed mee kunnen doen. En dat wij wel degelijk een partij zijn die ook zou kunnen besturen als het erop aankomt. En ik denk dat veel partijen dat ook hebben gezien. En de opstelling die wij als partij hier gehad hebben, die bewijst dat ook. En goed, ik ben natuurlijk geen onbeschreven blad. Mensen kennen mij ook vanuit de vorige raadsperiode hier in deze raad. En ik denk dat ik daarmee heel veel goodwill heb gecreëerd om in ieder geval niet op voorhand uitgesloten te worden.